Hoi en welkom bij Paul's Model Train Stuff. In de categorie New Arrivals is vandaag binnengekomen deze Roco. Het is een Roco 62675, de 1008 NS. Het is een NS1000 serie. Hij heeft wat problemen met de verlichting. Iemand heeft de lichtgeleider eruit gehaald om plaats te maken voor LED-verlichting. Dat is wat de beschrijving zei. Ik ben benieuwd. Dit is de eerste keer dat ik hem uit de verpakking haal en in mijn handen heb. Ik ga even wat uit de weg zetten. Wat meer licht. Nou, hier zit nog de plug om hem analoog te laten rijden. En een metalen plaat met een nummertje erop. Die zitten volgens mij al opgelijmd. En wat is dit? Ook nog een haakje, dat hoort er ook nog bij. Er zit nog een restje prijs op. Ik kan het euroteken nog net zien. Deze hier die hou ik even apart. Trouwens, nee, deze heeft een specifieke. Waar heb ik hem? Een specifieke. Diode erop zitten. Dus waarschijnlijk om analoog de lichten goed te laten werken. Nou. Hij kwam in een doos van Witte Reus geurswitch. En ik moet zeggen, het stinkt hier nu ontzettend naar appel en lavendel. Dus bedankt daarvoor. Hij heeft netschachten en aan één kant zitten ook de schacht erin, de andere kant of de schacht erin, de koppeling erin, de andere kant is leeg. Ik denk dat ik hiervoor wel een handleiding nodig heb om te zien wat ik wel en niet los moet halen om hierin te komen. Want ik ben natuurlijk wel benieuwd naar de decoder. Dus dat gaan we kijken of we opzoeken. Altijd goed voorbereid. Goed, het openmaken is dus de aloude satéprikker methode aan de zijkant van de kap zetten. En dan komt de kap er keurig netjes van af. Binnenin zit een lensdecoder. Extra functiedraden zie ik hier nog zitten. Er zit inderdaad LED-verlichting op. En in de kap zie ik geen lichtgeleiders. Kijk. En de lichten hier zijn dus ook redelijk leeg. Even kijken hoe ze terug moeten. Zo. Nou, de vorige eigenaar zei dat iemand die deze trein had, vond dat de lichten die erin zaten niet fel genoeg waren. En wilde daarom leds in plaatsen en dat is niet helemaal gelukt. Eens even kijken. Als je er zo'n led in zou plaatsen, die zou alleen maar front zijn hebben. Als je hier alleen maar rechtstreeks een led in zou zetten. En dat zou op zich wel kunnen passen. Ik ben alleen benieuwd of de leds die hierop zitten twee kleurig zijn. Dus. Zo. De decoder los. Geef me wat stroom. De stroompickup die gaat. Ik zal altijd even zoeken hoe dat die precies zitten. Maar daar heb ik natuurlijk hier open staan. Kijk, de groene. Ik heb het idee dat deze misschien wel eens verkeerd omgezeten heeft. Of niet? Blauw is in ieder geval.
Het is rood, track pickup, dat klopt. Daarnaast zit de Common Plus, dat is deze. Zo. En daarnaast zit Forward Light. Dus als ik op, even zien, nou die printbaan die kan ik niet helemaal volgen. Stel ik dan hier deze aansluit. Gebeurt er helemaal niets. Ah, kijk. Eén licht rood, één licht wit. Oh, dan heb ik hem precies verkeerd om. Maar dat betekent dat dit twee kleuren LED zijn. Inderdaad niet bijzonder fel, maar wel heel handig als die twee kleuren dus gewoon in één keer zitten. Wat ik ga doen. Het zou heel mooi zijn als ik deze lichtgeleiders nog besteld kreeg. Moet ik ze hierin gaan zetten. Maar voor nu ga ik kijken of ik wat dikkere lichtgeleider heb liggen hier. Moet ik hebben liggen en volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Zo, de eerste lichtgeleider zit erin. Ik had inderdaad nog een stuk dik lichtgeleider. Past eigenlijk prima. Het origineel zal mooier zijn. Hij past ook redelijk goed in die dikke witte muk die er zit. En nu hoop ik dat hij precies lang genoeg is. Zo, even mijn connector hier weer vastzetten. Zo. Dat hij precies hiervoor valt. Oh ja, natuurlijk, helaas, de lichtgeleider. Dit zit helemaal onderin. Deze muk, dit hele gebeuren zit bovenin, dus mijn lichtgeleider moet eigenlijk met een bocht. Ja, daar ga ik eens even over nadenken of ik dat zelf ga doen of niet. Om hier nu LEDs in te gaan zetten, ik heb geen meekleurende LEDs die afhankelijk van de richting wit dan wel rood worden. Is wel leuk om te hebben, maar helaas. Dus ik ga kijken wat ik ga doen. Misschien dat ik hier wel de hele constructie voor elkaar krijg met de geleider en goed gebogen. En anders wordt het een bezoek aan de website dat in ieder geval naar één kant toe die goed rijdt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.